zijn hier vandaag te gast bij Ecofar, een biologische varkensboerderij aan de Westfriesedijk 1 in Schagen. We willen u graag laten zien hoe een biologisch bedrijf werkt. Ze zijn tevens deelnemers van het platform VGVS in Schagen. En wij staan binnen dit platform voor duurzame gezondheid. En dat houdt dus in dat gezonde landbouw en gezonde veeteelt betekent gezondheid voor de mensen. Ik ben Jan Wennekers. Ik heb samen met mijn vader en moeder een biologisch varkensbedrijf in Schagen. Aan de Westfriese Dijk, nummer 1. En wij zijn dus biologisch en dus diervriendelijk. En dat diervriendelijk houdt dus in dat de beesten zeg maar meer ruimte hebben dan normaal. Dat bijvoorbeeld zo'n zeug die je hier al net gebicht hebt, dat die biggen zeg maar 6 weken bij de zeug zitten minimaal. En normaal worden die biggen eerder weggehaald. Dan worden ze maar na 2 of 4 weken worden ze weggehaald. En bij ons na 6. Dat is diervriendelijker, want die biggen, het verteringssysteem in het lijf, dat heeft dan meer de tijd om te wennen aan vast voer. Dus wij hoeven minder melk bij te zetten en dat soort dingen. Nu bij een zeug, en die biggen zijn 2 weken oud. En zoals je ziet, die kraamhokken bij ons liggen de stro in de hokken. We hebben een dichte vloer vooraan. Achterin zit een deel roosters en ze hebben een deur om naar buiten te gaan. En normaal hebben ze dus geen dichte vloer, ook geen stro, alleen roosters. En hebben ze dus ook geen mogelijkheid om naar buiten te gaan. De biggen die u hier ziet, die zijn nu 7 weken oud. En als ze een week of 8 zijn, dan verhuizen ze zeg maar naar de andere stal. Dan krijgen ze een groter hok. En dan zijn ze dit hok opgroeien. De ruimte die u hier ziet, wij hebben hier 1 zeug in zitten met biggen. En normaal hebben ze hier ongeveer 3 zeug in zitten met biggen. Dus dan kun je je voorstellen hoe klein de hokjes normaal zijn. Kijk, die deuren die hebben een klein lipje onder. En dan kan de varken zijn neus achter steken. En dan trekt hij zo die deur open. En die lippen hebben we expres heel laag gedaan. En dan kunnen die biggen, als wat groter zijn, kunnen er ook bij. Want als die lippen hoger zitten, kunnen die biggen niet bij, want die zijn niet zo groot. Nou, onze mest, onze vaste mest, gooien we op ons eigen land. Want we hebben hier 26 hectare eigen land. En dan de overtollige mest die we nog af moeten voeren gaan naar biologische akkerbouwers. En meestal ruilen we dat tegen biologisch stroom. Wij moeten ook biologisch stroom hebben voor de varkens. Dus vaak doen we dat ze maar ruilen. En dan mogen ze maar die mest gratis hebben. En wij krijgen nog gratis stroom van hebben.